Leon de Jong van de PVV voor zijn bijdrage. Voorzitter, hartelijk dank. Voorzitter, voordat ik ga beginnen met mijn inbreng wil ik het volgende kwijt. Het is een historische dag. Een dag die slechts één of misschien twee keer in de 100 jaar voorkomt. De start hier in de plenaire zaal van het debat over de wet toekomstpensioenen. Een ongekende en onomkeerbare hervorming van het Nederlands pensioenstelsel. De grootste pensioenhervorming ooit. De verdeling van 1500 miljard euro pensioengeld, het raakt alle Nederlanders, jong en oud. Werkende en gepensioneerden, onze kinderen en kleinkinderen. Toekomstige generaties zullen de gevolgen van deze wet voelen. Over 30, 40 jaar zullen mensen terugkijken op dit moment en het beschouwen als een historisch moment en er een ongezouten mening over geven. Tot in lengte van dagen zullen mensen ons direct en indirect aanspreken op ons handelen hier in de Tweede Kamer. En terecht. Het gaat immers om hun pensioen, om hun inkomen. Het geeft aan hoe groot dit is. Hoe historisch. Daar mogen we niet lichtzinnig over doen. Dat moeten wij ons hier allemaal realiseren. En of je het nu eens of oneens bent met deze wet, deze gigantische hervorming, de Nederlandse bevolking verwacht van ons dat wij een goede, zorgvuldige behandeling hebben van deze wet. En voorzitter, dat is het niet. Deze wet is onzorgvuldig. Deze parlementaire behandeling is onzorgvuldig en daarmee onverantwoordelijk. Deze risicovolle wet en deze wetsbehandeling kan je als volksvertegenwoordiger en controlerende macht toch niet voor je rekening nemen. Daar kun je niet mee akkoord gaan. Maar voorzitter, daar gaan de partijen hier natuurlijk vandaag helemaal zelf over. Daar kan ik niet voor ze invullen. Wat ik wel kan doen is de ernst van deze behandeling duidelijk maken en het volgende voorstellen. Deze zware beslissing kan niet worden genomen door een kleine politieke meerderheid. Daar zijn de belangen te groot voor. Daar is het gezamenlijk opgebouwde pensioenvermogen van circa 1500 miljard euro te groot voor. Een historische pensioenhervorming zoals deze kan niet worden doorgevoerd zonder een breed politiek draagvlak in de Staten-Generaal. Voorzitter, het zou dan ook niet mogen gebeuren dat deze wet door een kleine politieke meerderheid wordt doorgedrukt. Dat dreigt nu wel te gebeuren. En voorzitter, dat kan echt niet. Daarom stel ik voor dat wanneer deze wet onverhoopt wordt aangenomen, deze niet in werking kan treden zonder een 2/3 meerderheid in de beide kamers van de Staten-Generaal. Dus zowel hier in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer. Ik heb hier samen met mijn fractievoorzitter Geert Wilders een amendement voor ingediend. Steun dit amendement, zo roep ik de Kamerleden op. Neem dit amendement over, zeg ik tegen de minister. Een breed politiek draagvlak voor de grootste politieke pensioenhervorming ooit. Een breed politiek draagvlak voor de onomkeerbare verdeling van 1500 miljard euro pensioengeld. Dat is toch niet te veel gevraagd? Graag een reactie. Voorzitter, zoals gezegd, hier staan we dan om de wet toekomstpensioenen te bespreken. Terwijl we de essentiële cijfers niet hebben. Terwijl we niet weten hoe de 1500 miljard euro aan pensioenvermogen zal worden verdeeld. Terwijl we niet weten hoe aanhoudende hoge inflatie en hoge rente zal uitpakken voor het pensioen. Terwijl we niet weten hoe onevenredig nadeel wordt gecompenseerd. Terwijl we niet weten of de zogenaamde waarborg waar dit kabinet zich keer op keer achter verschuilt wel gaan werken. Er is geen stresstest. Er is geen controle. Er is geen cijfermatige onderbouwing van een koopkrachtig pensioen. Er is geen cijfermatige onderbouwing van een evenwichtig invaren, dus de verdeling van al het pensioengeld. Uitgesteld loon, waar ik zo al die mensen keihard voor hebben gewerkt. Want daar praten we vandaag over, voorzitter. Over 1500 miljard euro aan opgebouwd pensioenvermogen. Van al die werkenden en gepensioneerden. U weet wel, al die mensen waar dit kabinet en de coalitie van wegkijkt. Voorzitter, we hebben geen actuele cijfermatige onderbouwing van dit kabinet die we vandaag bij dit debat kunnen betrekken. Simpelweg omdat de minister stelselmatig weigert die te verstrekken. Of deze wet pas te laten behandelen wanneer we die cijfers wel hebben. Het is een grof schandaal. Voorzitter, we moeten het doen met gedateerde onrealistische informatie opgesteld door voorstanders van deze wet. Dat uitgaat van een gemiddeld 2% inflatie. Maar kijk om je heen. We zitten midden in een gigantische inflatiecrisis zonder uitzicht op verbetering. Maar we mogen niet weten wat voor effect dat straks gaat hebben op pensioen. Of het nieuwe pensioenstelsel dat wel aan kan. Het is ongelooflijk dat we hier nu staan. De grootste pensioenhervorming binnen de sociale zekerheid in de moderne geschiedenis. En Kamerleden worden geacht straks geblinddoekt over deze wet te gaan stemmen. Alleen maar omdat dit kabinet en de coalitiepartijen deze wet er hoe dan ook doorheen wil drukken.
En als je dan vraagt waarom we dat doen, hè, waarom er stevast wordt doorgedrukt, dan krijg je ook elke keer weer hetzelfde antwoord. We praten er al 10 jaar over. Er moeten knopen worden doorgehakt. Dat is de onderbouwing die we keer op keer horen. We praten er al 10 jaar over. Maar voorzitter, als je ergens al 10 jaar over praat, betekent dat niet dat de uitkomst goed is. Dat die kritiekloos en zonder controle moet worden overgenomen. Simpelweg omdat er al 10 jaar over wordt gesproken. En voorzitter, wat ze vergeten te vertellen is dat het in die 10 jaar tijd niet is gelukt om te onderbouwen wat een koopkrachtig pensioen is. Wat een evenwichtige verdeling van het pensioengeld is. 10 jaar verloren tijd. Waarbij miljoenen Nederlanders werken en gepensioneerden onnodig pensioenindexatie zijn misgelopen. Terwijl ze het pensioenvermogen gigantisch hebben zien stijgen, maar daar niet van mochten profiteren. Niet mochten krijgen waar ze recht op hadden. Waar ze vanuit gingen en op gerekend hadden. Een geïndexeerd pensioenopbouw. Een geïndexeerd pensioen. Ze kregen het niet. Waardoor mensen nog minder vertrouwen kregen in het pensioenstelsel. Voorzitter, kabinet, coalitiepartijen en de sociale partners hebben helemaal niets gedaan om dat op te lossen. Er is geen compensatie geregeld voor 14 jaar onnodig misgelopen pensioenindexatie. Dat is zo'n 25 tot zelfs 30% misgelopen pensioenkoopkracht. Zo toonden cijfers van PensioenPro afgelopen maandag ook nog aan. Het gaat om gigantische bedragen. Gemiste pensioenkoopkracht die gepensioneerden nou juist keihard nodig hebben. Gemiste pensioenopbouw die voor jongeren van essentieel belang zijn voor een goed pensioen. Voorzitter, niets heeft het kabinet en de coalitiepartijen hieraan gedaan. Niets gedaan om het te compenseren. Alle voorstellen daartoe zijn verworpen. Omdat ze te druk waren met hun plan om het pensioenstelsel om zeep te helpen. Omdat pensioenbelangen ze niets interesseert. Ze hebben het voor zichzelf met een dik vet salaris en een dik vet pensioen immers toch al goed geregeld. Hoe het uitpakt voor gewone Nederlanders, het maakt ze helemaal niets uit. Daarom is mijn motie om te compenseren gisteren verworpen. Daarom is mijn motie om onnodige kortingen als gevolg van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel te voorkomen gisteren verworpen. Daarom is mijn motie om deze wet in te trekken gisteren verworpen. En daarom staan we hier vandaag. Omdat de heer Seder van de ChristenUnie samen met zijn vrienden van VVD, CDA en D66 de plenaire behandeling met de coalitie wilde doordrukken. Niet wil wachten op actuele cijfers, geen antwoorden en concrete waarborgen nodig hebben om de vele zorgen die er bij pensioenexperts en pensioendeelnemers leven. Het is een ongekende schande. Een Tweede Kamer onwaardig. Voorzitter, we mogen deze wet echt niet aannemen. Het is een historische fout, al zouden we dat wel gaan doen. De pensioenbelangen van miljoenen Nederlanders staan op het spel, voor jong en oud. Het is echt menens. En dat zeg ik niet alleen al maanden, maar nu ook 40 pensioenexperts die gisteren in de Telegraaf en aan de Tweede Kamer oproep deden om deze wet in te trekken. Voormalig pensioenbestuurders, financieel toezichthouders, pensioenexperts, ze waarschuwen voor deze wet. Omdat de wet te complex is. Omdat de uitvoeringsproblemen worden onderschat. Omdat de pensioenfondsen te optimistisch zijn, simpelweg omdat ze zich gebonden voelen aan het pensioenakkoord dat door de sociale partners is ondertekend. Omdat de overgang in één klap van een collectief naar een individueel stelsel onder de huidige economische en financiële omstandigheden voor veel deelnemers leidt tot een onzeker pensioen. Omdat deze pensioenwet niet zorgt voor een koopkrachtig pensioen. Omdat deze pensioenwet het broodnodige vertrouwen in pensioen nog meer gaat aantasten. Keiharde kritiek. De kritiek die wij ook al jaren in deze Kamer uitspreken sinds het begin van de pensioendiscussie. Al jaren waarschuwen wij daarvoor. De wet toekomstpensioenen is een ramp. Deze veel deskundigen zien dat nu ook en ze hebben gelijk. En ik zal u vandaag opnieuw zeggen waarom. Hoe het zover heeft kunnen komen en hoe we weer uit deze pensioenellende kunnen en moeten komen. Voorzitter, de wet toekomstpensioenen is een gedrocht van een wet. Een onzorgvuldige wet. Een wet dat de doelstellingen van een transparant, uitlegbaar, eerlijk en koopkrachtig pensioen niet waarmaakt. Dat het huidige stelsel afbreekt. Vol juridische en financiële risico's. Zwaar onzeker en extreem afhankelijk van de grillen van de beurs. Een casinopensioen waarbij straks sneller op pensioen kan worden gekort. We gaan van een relatieve zekerheid naar zware onzekerheid. Van een beloofd pensioen op basis van het aantal gewerkte jaren en het gemiddelde loon naar een pensioen dat je kan noemen een premiegokpensioen. Waarvan we niet weten hoe deze zal gaan uitpakken omdat het zwaar afhankelijk is van de grillen van de beurs. Voorzitter, ook de belofte van een koopkrachtig pensioen is een leugen. Onderzoek wijst uit dat al bij de minste economische tegenwind je pensioen eraan gaat. Bij zo'n 2%. Al bij een paar procent inflatie is er niets meer van over.
van je zogenaamde koopkrachtig pensioen. Eerder lieten onafhankelijke berekeningen van actuaris Henk Bets van adviesbureau Convalent zien dat wanneer het pensioenstelsel in de eerste helft van 2022 in werking zou zijn gesteld, gepensioneerden 3,5% zouden worden gekort. Voorzitter, laat dit tot u doordringen. Als vandaag het nieuwe pensioenstelsel zou gelden, zou er 3,5% worden gekort. Dat is gigantisch. Dan zouden we daar vandaag over debatteren. Voorzitter, dat is ons niet beloofd. We zouden er allemaal op vooruit gaan. Voorzitter, geen van de eerder genoemde doelstellingen in de eerste helft van 2022 zouden zijn gehaald. De solidariteitsreserves waar dit kabinet zich achter verschuilt, zouden volgens dit onderzoek juist een negatieve uitwerking hebben op pensioen. Maar zondag kwam daar nog een dramatische berekening bij. Op basis van de berekeningen die de minister eerder zelf goed genoeg vond om te onderbouwen dat er met de wet toekomstpensioen een meer koopkrachtig pensioen zou worden gerealiseerd. Ook uit deze berekeningen naar een koopkrachtig pensioen blijken al flinke kortingen bij een inflatie van zo'n 4%. Maar dat niet alleen. Bij 2% inflatie, u weet wel, dat extreem lage cijfer waar al die onrealistische onderzoeken van DNB, CPB, Netspar van uitgaan bij het nieuwe pensioenstelsel en waar de minister altijd naar verwijst, bij die 2% moet om de doelstellingen van een zogenaamd koopkrachtig pensioen te behalen voor 50% in aandelen worden belegd. Een onverantwoordelijk risico, zo lazen we vandaag ook in de Telegraaf. En voorzitter, in dat geval moet gepensioneerde rekening houden met eens in de 2 jaar koopkrachtverlies van zo'n 6,6%. En eens in de 20 jaar is er zelfs sprake van 13,4% koopkrachtverlies. Laat dit tot u doordringen. Ik hoop dat de coalitiepartijen dit heel erg goed inzien. Dat ze snappen waar ze mee bezig zijn. 13,4% koopkrachtverlies. Hoe haalt u het in uw hoofd? Het is ons niet beloofd. Ons is beloofd dat we meer koopkracht zouden krijgen. Deze berekeningen laten zien dat het tegenovergestelde gewoon waar is. Niets voor niets concludeert het rapport dat, en ik citeer, een koopkrachtig pensioen binnen het huidige wetsvoorstel niet realistisch is. Schokkend. Natuurlijk, deze berekeningen zijn gedaan op basis van wat we nu weten. Noodgedwongen op basis van onvolledige informatie. Simpelweg omdat nog niet alle cijfers en regels bekend zijn. Omdat de minister niet wil wachten op die cijfers. Omdat ze niet wil, en ik citeer, dat de wetsbehandeling opgehouden wordt doordat we wachten op bepaalde nette profijtberekeningen. Einde citaat. Hoezo? We drukken de wet niet door. Maar voorzitter, dit zijn cijfers van experts die eerder al onjuistheden naar boven hebben gehaald. Het zijn alarmerende signalen. Nogmaals, laat het tot u doordringen. Als we vandaag het nieuwe stelsel zouden hebben gehad, zouden er zeer waarschijnlijk kortingen hebben plaatsgevonden. Van een koopkrachtig pensioen kan straks geen sprake zijn. En dat terwijl jong en oud is voorgehouden dat we erop vooruit zouden gaan. Dat er sneller zicht zou zijn op een koopkrachtig pensioen. Dat er ook sneller zou worden geïndexeerd. Nog zo'n mooi marketingverhaal. Nou, wat zegt de praktijk? Pensioenfondsen geven nu al aan dat ze volgend jaar minder kunnen indexeren door de overgang naar een nieuw stelsel. Omdat ze buffers willen aanhouden richting een nieuw stelsel. Maandag waarschuwde Agnes Jozef, pensioenactuaris bij Achmea, hier ook nog voor. En ik citeer. Ze willen een buffer hebben om financiële tegenvallers te kunnen opvangen in de aanloop naar het nieuwe stelsel. Einde citaat. En ze heeft gelijk. Kijk bijvoorbeeld naar wat directeur van pensioenfonds Bouw met een dekkingsgraad van 130% laatst aangaf. En ik citeer. We gaan over naar een nieuw pensioenstelsel. Daar willen we ook nog geld voor reserveren. Bijvoorbeeld om een buffer te kunnen opbouwen. Einde citaat. Maar ook ABP en pensioenfonds Zorg en Welzijn gaven soortgelijke signalen. Dus minder indexatie omdat ze overgaan naar een nieuw pensioenstelsel. Nou, lekker dan. Maar voorzitter, er is tijdens de wetgevingsoverleggen zelfs gesproken over korten bij overgang naar een nieuw stelsel. Korten, voorzitter, korten. Van de eerdere belofte dat pensioenfondsen niet hoeven te korten als gevolg van de overgang naar een nieuw stelsel is niets meer over. Herinneren jullie nog, minister Koolmees, hier in deze zaal, in 2020? Het is niet zo dat pensioenfondsen moeten korten omdat ze naar een nieuw stelsel gaan. Einde citaat. Niets van waar. Voorzitter, steeds meer pensioenexperts waarschuwen voor de enorme gevolgen van het invoeren van deze wet. En dan heb ik het niet alleen over de tegenstanders van een nieuw pensioenstelsel. Nee, ook pensioenexperts die naar een nieuw stelsel willen hebben grote kritiek. Maken zich zorgen, zo lieten ze weten tijdens de hoorzittingen. In talloze opiniestukken, interviews, e-mails aan de Tweede Kamer. Ze vinden de wet onnodig ingewikkeld. Onnodig complex. Te risicovol.
vrezen voor te weinig kennis bij de deelnemers over de werking van het nieuwe stelsel en de gevolgen van een lager pensioen dan verwacht. Neem bijvoorbeeld mevrouw Bijnen, hoofdconsultant pensioenen en financieel beheer bij Aon, en ik citeer. Op dit moment ben ik bang dat er in de media het idee bestaat dat het allemaal beter wordt en ik vind dat persoonlijk nog eng. Dus ik heb op het ogenblik niet het idee dat voldoende doordrongen is dat dit de meest fundamentele wijziging in de pensioenwereld is die er in Nederland ooit heeft plaatsgehad. Dus ik maak mij daar wel zorgen om. Mensen die zich niet inlezen en denken het zal allemaal wel goed komen, ze regelen het wel voor ons en denken het komt wel goed, tot hun pensioen opeens lager wordt of gaat variëren. Ik denk dat niet voldoende op dit moment in ieder geval bij de mensen duidelijk is. Het doel was dat alles eenvoudiger en transparant werd. Ik vind dat ze daar niet in zijn geslaagd. Het is een carrousel die heel erg ingewikkeld is geworden, waar ik mij afvraag of we niet ergens halverwege het belang van de deelnemers uit het oog zijn verloren. Einde citaat. Een gerenommeerd pensioenexpert die aangeeft dat we het belang van de deelnemers uit het oog zijn verloren. Waarvan akte? Voorzitter, pensioenexperts die in de media zelfs aangeven de wet niet goed te kunnen doorgronden, het te ingewikkeld te vinden bij het lezen van de honderden pagina's, afhaken. Het zelfs bijster moeilijk te vinden, zoals econometrist en pensioenspecialist Tobias Bastiaan eerlijk aangaf in een interview. Hij waarschuwde de Tweede Kamer dat deze wet, en ik citeer, niet voor gezoete koek moet worden aangenomen. Dat doet de heer Assekamp wel vaker, een beetje wandelen door de zaal. Ja, sorry. Gaat u verder. Laat het even tot u doordringen. Pensioenexperts die iedere dag werken met pensioen, tot over hun oren in de pensioenkennis zitten en deze wet niet begrijpen, niet